Zaterdag. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Boris rijden. Mijn moeder gaat Verona. Gaat Verona rijden. We waren vandaag eerst van plan om op buitenrit te gaan, maar we willen geen tak op ons hoofd. Want wij gaan. Ik ga Boris spullen pakken en Boris. En ben ik bij jullie terug. Even zin in deze weekvlog. Doe het duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En klik op het belletje. Vind het belletje in Duitsland heel erg fijn. En dan tot zo. Springen en een beetje balkjes lopen zo. Dus dat was heel erg leuk. En toen moest ik even opbouwen. Toen zei ik tegen Clive, nou misschien kun jij even met de stappen. Maar toen zat hij zo te stralen dat ik dacht, nou weet je wat, doe jij het maar. Volgens mij vond je het wel leuk, of niet? Ja. Ja, hij vond het leuk. Dus dat is helemaal geinig. Vroom vond het ook prima. Tess had iets minder enthousiast. Nou kijk, Boris is een super knappe dressuurpony. En in de dressuursport zou hij heel hoog kunnen komen. Springen, dat moet hij nog leren. Maar ik heb niet zo heel veel geduld in het geval met springen. Hoe kwaad. Nee. Nee, en Boris. Boris is best een passie. Ja. Tess en Boris moeten nog even leren gezamenlijk gezellig te doen. Ja. Maar voor de rest deed hij het hartstikke brave, jongen. Ja. Ja. Nou, daarna hebben we ook nog bakjes. Ja, bakjes. En de cavaletti. Dat ging allemaal makkelijk. Na die sprong denkt hij, ik kan alles. Lottie staat nu in de stad wonen, want ze heeft vandaag vrij. Zoals ik zie, Verona loopt heel erg naar achter, Lottie heel erg naar voren. Story of her life. Ik heb lekker gereden, Boris. Ik ben blij mee. En ik ga nu naar de wc. Het is rot weer. En ik ga naar de wc toe. Het is vandaag, maandag. Gisteren had ik het gefilmd, ik weet niet meer waarom, maar ik ga vandaag Verona rijden. Daar is Verona. Zo, ik heb mijn spullen geplakt. Ja, geplakt. Nee, gepakt. En ik ben van plan om vandaag zonder zadel te gaan rijden. Nee, ik ga het hier neerzetten, ja. Dat was Tessa die er bijna naast lag. Wat heb je? Ik heb het al in mijn eentje. Ach, gossie. Sowieso. Stop. Kijk nou wat ze gedaan hebben, arm paard. Ja, ik vind het zielig. Zo. Zit ze je hele haardos eraf te... Waarom doe je dat? Ach, gossie, waarom doe je dat? Stop daarmee. Ze vinden het wel leuk nog, geloof ik. Nou, ga rijden. Ik vind dit wel een beetje zielig. Ik heb Verona aan het haren. Ja, stop ermee. Waarom doe je dat? Ik hou me hier vast. Oh, nou. Misschien moet je toch maar een, hoe heet zo'n ding? Nekroop. Ik heb het warm. Kijk je een beetje uit als je schrikt, lig je er helemaal naast. Doe dit nooit thuis, jongens. Trek geen vest uit als... Nou. Was ik TikTok? Heb net een van de belachelijkste TikToks gemaakt. Oh, I'm going inside your head. Wat? Oh, die. Ja. Ja, dat is wel leuk. En ik die hobbelde die in zo een jumpy probeert te maken. Oké. Hij is geweldig. 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 Nou, rij je maar. Oh, ja. Nou, Verona die heeft de sloop weer gevonden. Blondie die doet een beetje gek. Blondie is een beetje hupsig vandaag. Nee, precies als we de camera aanzetten dan niet. Nee, dan gaat ze grazen. En daar is Boris. Ook lekker buiten. Zo, ik heb Verona gezeten zonder zadel. Dat heb jij gefilmd. Jazeker. Het ging very fantastisch. En ik zie jullie morgen weer.
Het is 6:30 ochtends, want wat gaan wij doen? Oh, je had tegen mij. Ja. Foto's maken. Ja. De rozenstruiken staan in bloei bij de Arthoeven. Instagram, maar ook voor Facebook en YouTube is het fijn om wat foto's te hebben. Dan kan je natuurlijk steeds een fotograaf voor laten komen. Alleen, dat is natuurlijk wel vrij prijzig. En ik heb een goed fototoestel. Ik kan niet goed foto's maken. Maar als ik er gewoon heel veel neem, dan zit er altijd wel een goede tussen. En natuurlijk is dat niet van het formaat dat een fotograaf maakt. Maar begin juni komt Sabine weer. En die gaat weer een paar foto's maken die echt voor bijzondere gelegenheden zijn, laat ik het zo zeggen. En wij gaan nu gewoon even foto's maken met verschillende kleding en... Ik denk Boris en Blondie, of alleen Blondie ligt eraan of we tijd te hebben. Bij de mooie rozenstruiken van Arkotten. Nou, ik weet niet wat ze precies aan het doen is, maar subject. Blondie is inmiddels schoon, behalve de manen. Dus ik ga de manen nog even komen en dan gaan we een paar fotootjes maken. Nee. Dinsdag vandaag, jazeker. En deze week is een beetje een zorgweek. Dus we hebben de osteopaat en we hebben de tandarts. En ze hebben wat veel vrij. Dus ook vandaag. Ze gaan lekker op de wei. Boris is gereden door Daan, dus die is wat minder vrij. Blondie is gisteren nog gereden door Daan. Verona is gisteren gereden door Tess. En vandaag is ze dan vrij. En Blondie is ook vrij. En dan morgen de tandarts. Donderdag de osteopaat. En dan krijgt ze wel beweging hoor. Ze gaan lekker eventjes losjes aan een halstertje, aan een longeerlijntje om even de gangen te doen. En stap eraf gelopen. Vooral voor Verona is dat heel belangrijk, maar ook voor de anderen. Zodat de sedatie er sneller uit is, maar ook om ze soepel te houden na de osteopaat. Tess die gaat Boris nu op de wei brengen, dus ik draai om. Doet u maar lopen dan. Boris' haas is een beetje vies, hij heeft in de wei gerold. Ja, die moeten we eigenlijk eventjes in de wasmachine gooien. Wasmachine. Dat is het voordeel van deze Bukas halsters. Die gooi je gewoon in de wasmachine. En met dan ook... Bukas shampoo. Ja, en dan en de ook... Bukas conditioner. Nee, de conditioner doe ik niet bij de halsters. En dan worden ze gewoon schoon. En kun je ze weer gewoon gebruiken. Dus dat is altijd fijn. Ja, naar de wei. Het zonnetje schijnt weer. Oh. De paardjes zijn inmiddels van de wei. Ja, toch? Ja, zeker. Oeh, er zit een beetje gelicht op mijn neus. Paardjes zijn van de wei. Wij gaan naar huis. Tot morgen. Woensdagochtend 6:30. Beetje vroeg. Maar de tandarts komt voor Blondie en voor Verona. En... Daar moet toch iemand bij zijn natuurlijk. Normaal gaan we altijd filmen op woensdagochtend. Maar door omstandigheden is dat vandaag niet zo. Dus voor de Arkhoef, voor dat nieuwe project. Dus ik ga nu alleen voor de paardjes heen en weer. Vanmiddag komt Elisa. Die gaat met ze longeren. Gewoon aan het halstertje, gewoon lekker rustig bewegen. Want Verona heeft sowieso natuurlijk beweging nodig. Maar voor die pony is het natuurlijk ook wel even lekker. En die gaat ook Borisje even doen. Dus Tess is vandaag een keer op woensdag... paardloos. Dat gebeurt nooit, maar vandaag dus wel. Zo, inmiddels weer thuis van een ochtendje tandarts. Na de tandarts, die was denk ik om 8:15 klaar of zo, hebben ze in de paddock gestaan tot 9:00. Toen tot 10:00 in de stapmolen, omdat ik graag wil dat de sedatie echt helemaal weg is voordat ik wegga. En daarna konden ze lekker op stal gaan eten. Ik ga aan het werk en dan zien we jullie morgen weer. Alice? Wie nou? Alice? Wie nou? Alice? Alice?
jongens. De hond uitlaten. En dan ben je er kwijt in het hoge gras. En ja, ze heeft pillen gehad voor weken. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. De osteopaat komt vandaag. Ik ben nu Alice aan het uitlaten. Vrije week voor de paarden, dus eigenlijk weinig te melden. Gisteren kon ik de tandarts een stukje filmen. Ik zal vandaag de osteopaat ook even vragen of ik een stukje mag filmen. En dan gaan ze erbij op. Dus ze gaat vanmorgen naar het groene stadpark. Druilerig weer inmiddels. Morgen natuurlijk de hond uitgelaten. Nu onderweg naar de Arkelhoeve. Ja, het is een beetje gek, want jullie hebben een beetje te veel met mij te doen deze week. Maar ik hoop dat het toch gezellig is. Daar worden alle drie de paarden, dus Vrona, Boris en Blondie, die worden behandeld door de osteopaat zo meteen. Vanmiddag gaan ze hopelijk, als het weer het toelaat, nog op de wei. Want als het echt heel erg rot weer wordt, ja, dan is het ook niet zo heel lekker om op de wei te staan. Maar goed, met zo'n regen denk ik dat het nog wel kan. Alleen niet heel koud worden en heel hard gaan waaien. Of heel hard gaan plensen. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Ik hoop dat ik de osteopaat ook even een paar kleine stukjes mag filmen. Maar dat moet ik nog vragen, dus dat weet ik niet. En dan vanmiddag ga ik met Tess nog even terug. Om de paardjes van de wei te halen. En de hapjes te geven. En dan ziet onze huidige dag er een beetje leeg uit. Ja, misschien ook wel eens lekker vooral voor Tess, wat ik zei, die is wel een beetje moe. En dan is het fijn dat ze eventjes een weekje wat minder kan. En we gaan met de Horse Store nog TikToks maken morgen. Dus dat is ook wel leuk met Jane. En dat wordt wel gezellig, denk ik. En leuk. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Het filmen met osteopaat is mislukt. Dat was ook de eerste keer, dus ik wilde eigenlijk ook niet gelijk daar mee beginnen. Was wel heel tevreden, was heel fijn. Nu zijn we op stal paarden, hebben we net binnen gehad uit de wei. Magnesium was op, pyrogenium was op. Van Equestyle dus, die hebben we even van huis meegenomen naar stal. Dat die weer aangevuld zijn hier, Tess. Magnesium, pyrogenium zet ik in de kast. Dank je. Tess is de hapjes aan het doen daar. En ja, ik ga er even helpen in de stal vegen. Dan gaan we zo denk ik naar huis weer. Ja. Een rustige week zo, hè? Ja, we zijn maar kort op stal ook. Is een beetje gek? Ja, nou, morgen wil ik wel wat langer op stal zijn. Dat kan. En ik ga morgen ons jubileum vieren. Oh ja, ook dat. En dan ga ik wel naar huis. Ai. Dat dus. Je hebt deze heeft een snor! Er is een nieuw paard op stal. Ze hebben een mini-Fries gevonden in Friesland. En die heet Caesar. En hij heeft een snor, kijk. Ik moet even kijken of we het op de film kunnen. Hij is natuurlijk zwart. Je moet even... De snor. Dit is snor. Zie je? Ze hebben snor. Echt heel gaaf. Het is een mini-Friesje. Hij is hartstikke klein. Hij is wel heel kroelerig en heel braaf. Een heel mooi soort. En hij is een ruin. En het is een ruin. En hij is voor de manegelessen eigenlijk. Echt? Ja. Uh-huh. Dus hij wordt eerst door Daan een maandje gereden. Kijk hoe het met hem gaat. En dan gaat hij waarschijnlijk naar de manegelessen. Dus welkom, Caesar. Oké, ik geef dus de paarden iedere avond slobber. En degene die het er het meest van geniet, dat is Kier. Want Kier die eet het niet op zo'n manier, maar die vindt het zo lekker dat hij het gewoon bewaart op zijn eigen gezicht. Kijk, helemaal op zijn neus, helemaal hier. Dat hij het dan 's avonds nog eraf kan likken. En dan vindt hij dat erg lekker. Je hebt de autosleutel, hè? Ik heb de autosleutel. Ik ga deze dag ga ik afsluiten samen met Caesar. Caesar hier. Ik zie jullie morgen weer. Morgen is het vrijdag. En dan is het de laatste dag van de week. Oh, ik zit een beetje klem tussen Caesar. Want Caesar die vindt de microfoon heel leuk. Ja, hè? Oh, hij probeert hem op te eten. Oh, no. Tot morgen. Vrijdag vandaag, laatste dag van de week. Het is eigenlijk bloedheet. Ik heb het eigenlijk niet zo heet. Dus ik heb mijn vest zien gaan. We gaan de paardjes even in de molen zetten. En dan gaan ze straks op de wei. Spannender dan dit is het gewoon echt niet. Ik ben hier samen met Blondie. Nee, zegt ze. Ik ben er niet. Blondie is niet thuis. En Blondie en ik zijn vandaag precies een jaar samen. Echt wel. Nee, zegt ze. We zijn een jaar samen. En
Ik vind het wel grappig om te bedenken dat het vorig jaar rond dit tijdstip en rond deze tijd, dat het heel, maar dan ook echt heel hard aan het regenen was. Echt, we waren zeiknat en dan nu sta ik in mijn korte broek. En hoe Blondie me al vertrouwde en hoe dat vertrouwen is eigenlijk uitgegroeid tot een band. Dat vind ik ook wel echt heel gaaf hoe dat is gebeurd in één jaar. Blondie moet erbij zuchten. Ik ben er blij mee. Dit is het einde van de weekvlog. Wil jij nog wat zeggen aan het eind van deze week? Nee, ja, het was een rustig weekje door de osteopaat en de tandarts. Dus we hebben heel weinig gereden, of eigenlijk niet gereden deze week. Dus dat is een beetje gek. Ja, best wel. En nog 2 dagjes en dan kunnen we aan de slag. Yes. Ik zie je heel graag weer morgen bij een hele nieuwe zondagvideo. Ik hoop dat jullie daarbij zijn. Dus doe een duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal, klik op het belletje en zie ik jullie morgen weer. Doei doei!